ga naar school. En ik heb echt geen zin. Maar ik heb echt het idee dat ik een paracetamol even moet innemen. Ik zeg eerlijk, ik stond op het puntje om vandaag gewoon te skippen, man. En dat kan omdat ik om 7 uur moet ik naar school. Tot 9 uur. Maar ja, niet skippen. We gaan niet skippen, hè. Ik heb daar in die airfryer heb ik hamburgers. En een frikandelbrood. Ik had eigenlijk een kaasbrood en zo. Ik had alles al klaar. Mijn ouders hebben het gegeten of zo, volgens mij, man. Ik denk echt dat vandaag de zwaarste dag wordt. En dat komt omdat ik naar school moet. En ik moet om 7 uur opstaan. En ik moet om 9 uur op school zijn. Eerlijk gezegd heb ik niet eens honger, maar goed. Ik wil trouwens ook nog een dikke shout-out doen naar Boutena. Omdat zij me echt heeft geholpen. Als zij niet had gezegd van bij Maghrib en Fire. Volgens mij spreek ik het echt verkeerd uit. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel, denk ik. Zij heeft echt uitgelegd wanneer ik mag eten. Welk tijdstip ik moet kijken. Welke gebedstijden en zo. Dus zij heeft me echt geholpen. Omdat ik heel moeilijk in slaap val, ga ik straks niet proberen te slapen. Want anders word ik nog vermoeiender wakker. Wauw, ik had letterlijk nog maar 1 minuut. Maar omdat ik dus zo meteen naar school moet, ga ik niet slapen. Ik ga nu gewoon werken aan YouTube. En alvast de video's maken, editen, dat soort dingen en zo. Zodat ik gewoon rustig op school kan nadenken. Want nu ga ik sowieso niet meer in slaap vallen. Dus als ik dan echt moe ben, ga ik desnoods na mijn afspraak van de KVK, ga ik dan gewoon in de middag slapen of zo. Maar dat zien we dan wel weer. Het is nu op dit moment 9:50. En ik heb niet geslapen, ik heb de video geëdit. Ik ben dus vanaf 3:30 ongeveer ben ik gaan eten eerst en toen ben ik gaan editen. Ik heb zo meteen school. Daarna later heb ik mijn KVK afspraak. En ik ben van plan om in de middag te gaan slapen, want ik ben echt moe. Ja, dus eerst ga ik naar school, want ik heb praktijkles, want ik heb volgende week een examen. Maar goed, eerst ga ik eventjes mijn bed een beetje opmaken, want ik kan het echt niet zo laten. Dus dat ga ik eerst eventjes doen. Ik heb dus zometeen praktijkles. En ik heb dus gehoord dat je bij je toets, dus bij mijn examen, mag ik gewoon een speakbriefje hebben. En dat komt omdat er dan door corona of zo, want we hebben niet genoeg tijd om te leren. We mochten ook maar 2 keer oefenen of zo. Voor een toets, voor een examen. Dus dat was best wel raar. Maar daarom hebben ze ons gegund. En mogen we dus een speakbriefje houden, erbij houden. Ik ga zo meteen naar school. En als het goed is zijn er 3 klasgenoten van mij. En dan gaan we met z'n 4 gaan we dan oefenen. En als ik terug ben moet ik hier gewoon de pannen gaan doen. Want dat heb ik dus gisteren niet gedaan. Bij de vorige Ramadan vlog zag je het waarschijnlijk ook. Ik heb niks schoongemaakt. En dat moet ik wel eventjes doen. Dus mijn moeder had me ook al geschreeuwd. Dus als ik thuis kom is dat het eerste wat ik moet gaan doen. Ik zit nu in de auto. Het schijnt echt een beetje te veel zon. Op mijn gezicht, waardoor het beeld niet zo heel mooi is. Ja. Volgens mij heb ik het echt al 20 keer gezegd, maar ik ga naar school. En ik heb echt geen zin. Maar we moeten het doen voor mijn examen. So we're gonna kill it. You know what I'm saying? Oké. Ik kom dus nu net van school en ik begin weer echt hoofdpijn te krijgen. En zoals jullie ook hebben gezien waarschijnlijk, heb ik mijn mond eventjes gespoeld met water. Ik weet niet waarom, maar ik heb echt het idee dat ik een paracetamol even moet innemen. Maar als ik dat doe, dan heb ik meteen het vaste verbroken. Dus ik zit een beetje in het dilemma. Ik ga nog eventjes afwachten. Misschien ga ik later slapen, want misschien komt het ook gewoon door slaapgebrek. Dus dan ga ik na mijn afspraak, dat is om 2:15, dan ga ik nog eventjes slapen. En hopelijk is het dan minder. Maar nu, ik ben moe. Maar ik moet echt nog veel dingen doen. Ik moet de video nog inplannen. Ik moet het nog laten renderen. Ik moet nog een video editen. Ik moet nog heel veel dingen doen. Oké, de video die staat nu, als het goed is, ingepland. Hij moet nog wel eventjes
gecontroleerd worden. Maar wat ik nu ga doen is, ik ga nu eventjes een update geven van mijn tanden. Want dat doe ik nu elke dag. Dus dat ga ik nu eventjes filmen. En dan heb ik ochtend nog een half uurtje of zo. En dan ga ik me klaarmaken, want dan moet ik naar de afspraak met de KVK. Wat denk je? Vind je het ook zo mooi? Ik hoor wel, hè? Heel wel, hè? Nou, ondertussen ga ik eventjes wat wierook doen. Ik doe het ongeveer één keer per dag. Ik heb me eventjes aangekleed. Ik heb een andere broek aangetrokken en ik heb deze schoenen aan. Ik vraag vaak de vraag waar deze schoenen vandaan komen. En ze komen van Guts en Gusto of zo. Als ik het goed heb. Maar eerlijk gezegd heb ik nog steeds hoofdpijn. En ik voel hem vooral hier dit keer. Het is steeds... Het verschuift of zo. Maar ik ga dus nu eventjes naar de KVK. En dan ga ik even mijn dingen ophalen. En dan kom ik gewoon regelrecht naar huis. Want ik moet nog heel veel dingen doen. Oké, ik zit nu in de bus. Ik zit in mijn eentje. Dus maak je maar geen zorgen over mijn mondkapje. Ik ga nu naar de KVK. En het is nog 8 minuten lopen of zo. Maar ik heb echt geen idee wat ik moet gaan verwachten. Ik heb echt geen idee wat ik daar moet gaan doen. Ik weet dat het ongeveer 25 minuten gaat duren, maar ik heb geen idee. Ik heb in ieder geval wel mijn laptop mee en daar staat mijn hele ondernemingsplan. Dus heel Kelly.com, YouTube en zo. Dus op zich zit ik gewoon goed. Ik hoef me geen zorgen te maken, dus ik stress ook niet heel erg. Ik vlog even zo, want er zijn hier mensen en ik durf niet te overdreven te vloggen. Dat durf ik gewoon nog niet. Besef, ik heb 150.000 volgers. En ik durf gewoon nog steeds niet overdreven te vloggen in het openbaar. Anyways, ik ben nu bij de KVK. Mijn hoofdpijn is echt veel minder. Het voelt alsof er gewoon niks aan de hand is nu. En ik heb zo meteen mijn afspraak. En dit is allemaal officieel, jongens. Wauw. Ik kan het gewoon echt niet geloven. Na 6 jaar. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon flikken. Nou, het is officieel, guys. Ik heb me ingeschreven bij de KVK. Kelly Butt is nu gewoon officieel een eenmanszaak. Damn. Damn. En nu ik dit dus heb en ook mijn KVK-nummer, ga ik meteen een zakelijke rekening openen. En er zijn nog heel veel andere dingen die ik moet gaan doen. Dus dat ga ik eerst doen en dan ga ik kijken of ik nog eventjes kan gaan slapen. En daarna ga ik eten. Hopelijk. Snel. Ik heb honger. Ik zeg eerlijk, ik heb wel echt honger vandaag. Vandaag ging niet zo goed. Oké, guys, het is nu 4:30 en ik ben echt super moe. Ik begin ineens echt een of andere avondskick te krijgen. Ik ben trouwens ook gedoucht, zoals je kunt zien. Maar ik ga eventjes slapen, want ik ben echt gewoon moe. De wekker, die is zojuist gegaan. Ik ben echt net wakker. Het is nu 8:08. Ik heb echt geen honger meer. Maar ik ga wel eten. Maar ik heb echt geen zin. Ik heb geen honger. Ik ben moe. Ik moet nog zoveel dingen doen. Voor YouTube, voor school, voor heel veel dingen. En het moet allemaal morgen voor 3 uur af. Dus dit wordt super leuk. Nou ja, oké. Ik ga zo meteen eten. Maar ik ga nog heel eventjes liggen hoor. Ik ben echt moe. Jesus. Mijn moeder heeft dus mijn eten op een bord gezet. Alleen, ik denk dat dit te veel is. Ik denk niet dat ik al die aardappelen ga eten. Kijk hoe vol. Maar ja, we zullen het zien. Ik kan het alvast wel aan het ding doen, want ik heb volgens mij nog 1 minuut. En dan is het iftar. Bismillah. Bismillah. Ik denk niet dat ik al die aardappel ga eten. Dat is echt veel te zwaar. Jongens, iets wat ik echt haat. Er zijn honden die gaan bedelen. Kijk deze. Kijk hoe ze ligt.
Kijk hoe ze kijkt ook. Zogenaamd zielig. Je krijgt genoeg, hè? Chicken. Ja, deze is nog wel heet. Als jij het eet, dan weet je dat het heet is. Het lukt me wel. Dit was het dan weer voor deze vlog van vandaag. Vergeet deze video natuurlijk niet te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer met een gloednieuwe vlog.